Wij zitten lekker op het strand met de Mara. Ik ben op Schiphol Airport. En we gaan nu vliegen. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. En we hebben een nieuwe week en we starten de week goed. Erg moe, maar ik ga een high rocks lesje doen hier in Amsterdam met een vriendinnetje. Dus dat is wel heel erg leuk. En de zon schijnt, dus daar word ik ook blij van. Maar, oh, ik ben zo moe. Ik ben zo moe. En het schijnt echt een heftige lesje te zijn, dus ik ben echt niet ready. Maar we gaan er vandoor. Ik heb heerlijk lekker gesport. Ik heb net even wat TikToks geëdit. En ik heb even lunch gemaakt. En ook even gedouchen en omgekleed, as you can see. Ik heb nu lekker een burrito gemaakt. Eigenlijk zoals ik gisteren ook heb gemaakt. Want ik had natuurlijk veel te veel ingrediënten. Dat is altijd nadat je eentje kookt. Kijk, met vegetarisch gehakt, sla, rijst, wat sausjes, avocado, eigenlijk guacamole. En dat was het, denk ik. Sriracha. Hier een yoghurt sriracha. Sausje om in te dippen. Want ik hou van dippen. Oh. Ja. Hij is zelfs lekkerder gelukt als gisteren. Het had iets zouter gemogen. Maar op zich... Oh ja, koriander zit er ook nog in. Ja. Hij is nog lekkerder als gisteren. Het is altijd een beetje uitproberen die dingen gaat maken. Dit yoghurtsausje is trouwens letterlijk kwark, water, om wat meer dipbaarder te maken. Sriracha en maggi. Het is echt gewoon heel low calorie. Echt zo lekker. Het is meer een warme wrap. Die van gisteren was meer koud. Lekker volkoren wrap. Voor vezels. Ik proef dus niet mega erg. Het vegetarische gehakt. Want het zit zeg maar verwerkt in een gerecht. Dus in een wrap. Maar als je het los proeft is het wel echt een stuk anders qua smaak. Ja, helemaal blij. Ik kan dit echt elke dag eten. Ik kan ook zoveel variaties op maken. Ja, ik denk... Ik wil zeggen van, het mist net één ding, maar ik denk dat dat dus kip of echt vlees is. Dat is denk ik wel toch echt wat ik mis eigenlijk wel. Verder is perfect. Maar vegetarisch gehakt is gewoon een stuk goedkoper, kan ik langer bewaren. En wat ook gewoon veel proteïne en zo. Ja. Het is echt vullender dan je denkt. Ik denk eens een half, het vult echt niet. Het vult fucking erg. Maar het is ook echt goed gevuld. Normaal kan ik echt wel drie wraps op. Maar als je het dus zo fout als een burrito, kan je er veel meer in doen. En zit ik ook rijst in. Ja, ik ben gewoon helemaal... helemaal content met het leven. Even ruim wat licht gezien. Ik heb ook zo een leuk weekend gehad. Insane. Ik wil steeds lekkerder te worden. Vanochtend had ik een high rocks les. Dat was echt... super zwaar, maar echt zo fucking leuk. Ik was in een soort privé gym. En ja, ik wil het echt minimaal één keer in de week gaan doen.
Dat was echt heel erg fijn. Zij heeft zelf, dat was een vrouw die het gaf, zelf ook een paar keer meegedaan aan High Rocks. En haar man heel vaak, zeg maar. Ik heb zoveel tips. Ik heb alleen wel beseft dat ik er eigenlijk nog lang niet ben. Maar we hebben nog even. Er wordt een taaien. Ik moet echt hardlopen gaan oefenen. Nou ja, meer conditiekracht. Dat er wel een beetje onderschat. Maar des te leuker om nu keihard te gaan trainen. Lunch zit weer in de holle kiezen. Ik moet echt meer leren kouwen. Ik ga nu al voorstukken in de maand. Ik moet echt meer kouwen. Ja. Joujou. Nou guys. Little update. Ik ben nog steeds aan het werk. Ik ga zo meteen naar Bo. Ja. Ik heb nog niet echt een planning. Ik was gisteren trouwens in de stad. En toen had ik bij de Uniqlo 2 nieuwe topjes gekocht. Die heb ik nu aan. Dus dit zwarte aansluitende topje. En dit is zo een lekker zacht stofje. Ik heb hem in de maat XS. Dat hij gewoon echt goed aansluitend zit, zeg maar. Ik vind het zo een fijne top. Hoe mooi zit hij gewoon. Van Jill en dan dus ook in het wit. En ik gedraag dit soort shirtjes zo vaak. En het is ook echt een soort dikke, lekkere stof. Het lijkt bijna een soort sportshirt, maar dat is het niet. Zit ook heerlijk, dus echt heel blij met de aankoop. Het was €19,90 per top. Op zich best wel duur voor een top, maar het is echt goede kwaliteit. Ik heb even zin in een kleine snack voor het eten. En ik heb dus van mijn protein, dus van die crispy chips healthy protein. Deze, de barbecue smaak. En één zo'n zakje bevat 100 calorieën en 11 gram proteïne. Van chill. Dus ik ga het even met jullie taste testen. Smaak barbecue, ja. Dit is een Snacker Jack. Maar dan dus beter. Yummy. Nu ben ik al... De etenvlog staat online, hè? Ja, ik heb al gekeken. En? Ja, leuk. Ik ben al helemaal weer vergeten als ik dan iedere keer die camera pak. Want dan denk ik, dit is echt leuk. En dan kijk ik die beelden terug en dan denk ik, Bo, wat de fuck ben je nou aan doen? Helemaal niks. Oh. Ciao tutti, buongiorno. Ciao tutti, buongiorno. Oh, hallo. Hallo, lieve vrienden, kijkers. Ik ben een vriendin. Dat ben ik. Wij gaan even lekker boven Sofie op haar werk gaan storen. En we hebben dus een hele leuke taste test. Want we gingen net even naar een avondwinkel. En toen zagen we dit. Met lemon. KitKat lemon crisp. Nou, heel benieuwd. Ik neem maar één hapje hoor. Ja, weet ik. Want High Rocks. Ja. Ja, ik mag dus vanaf 1 september geen alcohol meer drinken. Ik zo niet. Ja, dat heeft zij mij ook een tip gegeven. Ik mag een maand ervoor geen alcohol drinken. Nou, dat vind ik heel gek. Ja, dat is echt. Dat is echt. Ja, maar ja. Nou, ze moet wat. Ja. Dus na de zomer kan ik nog gek gaan en na de zomer is het klaar. Een maandje, hè? Een maand. En daarna is het ADE. Dus dan kunnen we weer vol. Oké, okay, nou, ik zal even een hap nemen. Ja, doe jij even een hap nemen. Oh, maar ik wil ook. Mm. Dat vind ik wel lekker. Het is bijna een soort cheesecake. Nee. Lemon pop. Ken je dat lemon poppy cake? Nee. Oké, okay, nou. Nou. Oh. Wat is hier voor pakket erachterin? Dat zijn die stickers. Gaan we. Oh god, wat god. Ja, ja, secret project, you know. Oh. Riding in my Fiat. Brilliant. Mogen ze dat nog niet weten? Ze weten niet wat het is. Oh, leuk! Tuurlijk weten ze dat niet. Spanny! Leuk hè? Oké, okay, doei! Hoe laat is het nu? 10:30. Het is 10:30. We hebben gewacht op Sofie. Zo zijn we dan ook wel weer. Sofie is nu de tas aan het inpakken. En wij gaan zo naar Amsterdam. En om 8 uur zat de wekker. Om 8 uur zat de wekker. Om 9 uur gaan we in de ijsbad. En daarna gaan we hardlopen. Love my life. En ik ga lekker uitslapen, douchen en shoppen. Ja, Bo gaat even lekker op show de trip in Amsterdam.
Dat kan ze wel. Dat kan ik wel. Goedemorgen allemaal. Ik heb echt een kutnacht gehad. Ik heb niet geslapen. Ik heb 5 uur geslapen. Ik kon gewoon niet in slaap. Het is nu 8:30 en ik ga naar een ijsbad met Coco. Dat is wel heel leuk. Ik heb Coco heel lang niet gezien. Zie mij, die zijn nog aan het slapen, dus ik moet even stil zijn. Maar ik ga er nu van door. Nou, we zijn er weer. Lekker een ijsbad. Lang geleden, echt 1,5 week geleden of 2 weken zelfs. 2 weken geleden. En dan valt hij altijd echt heel zwaar. En ik ben ook wel eens heel moe. Here we go. Ik ben ook echt 3 weken niet geweest of zo, hè? Ja, zelf word ik wel niet helemaal zo dat ik hem niet in wil. Oké. Hoe gaat het? Zit er weer op. Jeetje, jongens. We hebben het er weer op. Maar het viel zo zwaar. Coco is still going strong. Ik ben er gewoon nog heel rustig bij. Heerlijk. Nou, nu voelt het weer helemaal top. Yeah. Nou, de meiden gaan Nederland weer even supporten. Kijk, ik heb helemaal rood, wit, blauw aan. Dat klopt ook gewoon echt de volgorde. Ja, ik vind het echt geweldig. Je hebt het helemaal top gedaan. En jij hebt een oranje top. Heerly. Oh, jongens. We hadden de Dubai chocoladebar geprobeerd. Nou, kijk mijn ticket toe maar. Het was zo'n anticlimax. Het was echt een anticlimax. Echt heel verdrietig. Ja. Ik was er zo, maar ik heb nu echt gewoon zin in een lekker nachootje of dan weet ik veel wat. Ja. Maar we gaan gezellig naar haar tijd. Lekker voetbal kijken. Nou, we zitten gezellig. Nee. Wat? Je moet eerst een voorspelling doen. Oh, ja, ik wil ook 2-1 zeggen. 2-1 voor Nederland. Ja. Ik denk 3-1. 3-1? Zo goed? Veel goals. Ja? Ja, maar jij zit hoog in. Hé, wat krijgt de winnaar? Of wat krijgt de verliezer? Een shirtje. Nee, maar je kan niet. Nee. Nou, iemand die het vers afzet. Doe een shirtje met z'n allen. Doe een shirtje. Die betaalt een shot. Ja, Samari. Nee, zij betaalt niet. Wat? Voor of tegen ieder doelpunt neem een shirtje. Ja, ook voor elk doelpunt. Ja, kan ik nooit normaal. Ja, maar kijk, ik had er gisteren met Bo over. We liggen wel op tijd in bed. Dat is de voordeel. Kijk, we hebben lekker daar een schermpje. Zo. Nou, we moeten weer bon appetito. Oké, wat? Ciao, Tiffy. Hé, maar mag ik op jouw been bossen? Ik ga op haar been wel. Nou, Ja, dat mag. Oh, heerlijk. Ja, dit is echt. Ja, dit is een echte. Oké, jongens. Ik vind het gezellig met jullie. Ja, ik vind het ook heel leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrij woensdag. Wij gaan naar de sauna, of in ieder geval. We gaan naar Holy Wellness, dus een lesje sauna ijsbad. Ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat vinden. Ja, we weten eigenlijk nog niet of het binnenkomt. Nee. Maar het moet net wel goed komen. Zoals jullie merken ben ik helemaal in mijn sport journey era. Ik ga weer doen aan de High Rocks. Ik heb allemaal nieuwe smaakjes van Waterdrop gekregen. Ik heb een aantal besteld die ik ook al altijd gebruik. Maar ik ga zo meteen lekker mijn drankje maken en ik neem jullie even mee. Waterdrop zijn dus kleine drops. Zero sugar, dat vind ik heel belangrijk. Maar hier is dus ja, even...
drop. Je kan het heel makkelijk meenemen in je waterfles. Je hebt eigenlijk gewoon een soort lekkere limonade, maar dan met een lekker smaakje. Dit is een van mijn favoriete smaken, de Icy Peach. Die vind ik echt heel lekker. Ze smaakt letterlijk naar een Icy Limo. Maar je hebt ook Icy Lemon, maar ik vind Peach net iets lekkerder. Dus deze twee heb ik. Dan twee fruitsmaakjes, de Pineberry Passion Fruit en de Blackberry. Ook allebei echt heel lekker. Er zitten 12 servings in één doosje. En ze hebben dus nieuw de cola. Dus die wil ik met jullie uitproberen. Ik ben echt heel benieuwd hoe dit gaat smaken. En ze hebben ook natuurlijke cafeïne. Dus dit zijn eigenlijk dan ook drie smaken. Cherry Blossom, Blackberry, Cola en Gua Sha Mango. En hier, deze gebruik ik dus voor mijn training. Omdat er dus extra cafeïne in zit. Dus op een natuurlijke basis cafeïne. Ja, dus hier krijg je dus ook echt meer energie voor. Dus deze kan je lekker voor je training nemen. En ze hebben dus ook een hele leuke fles. Kijk hoe cute. Deze hoes eromheen. Maar hoe leuk is deze fles? Nou, hier word ik dus al helemaal gelukkig en blij van. En ik vind het gewoon heel leuk om dingen met jullie te kunnen delen. Wat ik zelf ook echt elke dag gebruik en wat mij dus heel erg helpt. Ja, ik ga deze fles even vullen. Het is ongeveer 400 tot 600 milliliter wat jij wil. Je kan hem ook wat wateriger maken als je bijvoorbeeld een Stanley hebt. Of wat sterker als je gewoon in een glas doet. Voor meer informatie kan je het linkje in de beschrijving checken. Dus met mijn unieke link. Je kan natuurlijk ook met sparkling water doen. Dan krijg je misschien nog helemaal meer het vijfje, maar dat heb ik op het moment niet. Dan trekken we deze eraf. En dan doe ik het erin. En dan doe ik het water erbij. Dan zie je hem hier dus helemaal oplossen. Oké, nou, we hebben hem. Hij is helemaal ready. Taste it! Nou, dit is top. Ik vind het zo chill dat dit gewoon fucking goed voor je is, maar het smaakt zo lekker. Je moet het gewoon lekker zien als een lekkere limo. Nou, dit heb ik zo opgedronken. Vergeet zeker niet het linkje in de beschrijving te checken. En ik merk dus voor mezelf dat ik minder hoofdpijn en zo heb. Omdat ik gewoon heel snel vergeet te drinken. En zo maak je het een stuk lekkerder voor jezelf. Ja, ik zou zeggen, probeer het zeker gewoon een keertje uit. En voel voor jezelf of het een beetje werkt of niet. Ja, jongens, jullie weten het nog niet, want ik heb het nog niet gezegd. Maar ik ga morgen dus naar Berlijn met Dr. Jart. Fucking leuk. En ik ben nu mijn koffer aan het inpakken. En het hele huis is op zijn kop. Maar we hebben lekker een Joe en een juice. Nee, jullie hebben alleen Joe. Geen Joe. Oh ja, alleen Joe. De toen ik had. Hoe kan het ook anders? Jij neemt ook nog extra saus op? Ja, ik doe Tabasco erop. Wil je saus erop? Misschien wel. Ik ga het even halen. Wat wil je? Kan ook lekker sjerpje mee. Ja, ik ga even. Ja. Wij zitten lekker op het strand met de meiden. Heerlijk. Aperol Spritz. Here we go. Here we go. 100 keer die Aperol in jouw vlog. Altijd. Ja, ik drink alleen maar. Zo, dit is lekker. Kijk nou. Oh, bestonje. Bestonje. Heel lekker. Heel lekker. Een beetje fris. Met elkaar naar de huis. 60. Oké. Nee, 65 trouwens. Oh, dit is wel lekker. Ja, is lekker. Ik ga het wel moeilijk vinden, maar we gaan. Gaan we het in één keer doen of niet? Oh, ik vind het wel lekker. Het smaakt een beetje naar... Maakt toch niet uit? Nee, dat smaakt niet. Naar een oliebol smaakt het. Nou, cheers. Jouw geslaagd. Ja. Proost. En? Lekker. Ja, lekker man. Heel lekker, ja. Zo, lekker, ja. Ik zie je zo nog wel. Nou, gezellig. Ja, tuurlijk. Goedemorgen allemaal. Het is... donderdagochtend. Ik ben op Schiphol Airport. En we gaan nu vliegen naar Berlijn. Helemaal excited. Zin in. Nou, ik ben gezellig met Anna. En we hebben even een broodje. En dat was echt een drama. Nou, hopelijk gaat het goed komen. Maar de vlucht was dus ook geboekt. En Anna Lucia had gewoon geen plek. Ze had gewoon geen stoel. Maar nu had ze net een mailtje gekregen dat ze het wel heeft. Dus we gaan zo meteen weer even naar de check-in balie. Kijken of het allemaal goed zit. Maar dat vind ik echt fucking raar. We waren helemaal samen vanavond. Ja. We waren echt ready om beef te maken. Wij moeten daarin. Maar. We gaan het zien. Nou, ik denk dat het nu wel goed komt hoor. Nou, kijk, ik ben aangekomen in het hotel. En het is echt heel mooi. Ik ga jullie laten zien. Dus hier kom je binnen. En dan heb je hier zo... Ja, ik ga even hier mijn koffer opleggen. Dus ik heb even zo'n kusjes aan de kant gelegd. Dan heb je hier de badkamer. Heel cute. En hier
het bed. Echt super mooi. Helemaal blij mee. Het is nu 3:00. We hebben net even geluncht hier bij het hotel. En ik ga me nu even omkleden. En ja, dan gaan we zo meteen naar het event. Dat is om 5:00. Dus helemaal excited. Oké, ik heb me helemaal omgekleed. Opgemaakt. Mijn haar gaan ik ben veel te laat. Het is echt heel erg. Kijk. Ik heb deze all white fit aan met donkerblauwe schoenen. Want ik heb gewoon niks leuks blauw. En het thema was dus wit-blauw. Dus ik heb dit maar nu gewoon. Ik weet het anders ook niet meer. We zijn er. We made it. We hebben een dans singer and performer, and I could win the show with an idol. It's kind of like En we hadden net een personality event. Dus, ja, we hebben een personality event. We waren dus net op het event en er was een show. Het was zo vet. Wat? Ik vind dit lekker. Wat is dat? Een soort gezuurde radijs. Zo maar. Nou, we zijn weer terug in de hotelkamer. Het was zo een leuke dag. Echt niet normaal. Het was zo gezellig en het ging zo snel. En het event was ook echt fucking leuk en gezellig. Het was echt een hele vette show. Ik ken de K-pop dus niet en ik ben helemaal fan van K-pop. Ik vind het echt geweldig. Morgen moeten we om 5:45 de taxi pakken. Ja. Ik ga lekker op tijd naar bed. Het is nu 10:30. We hebben net nog even lekker ergens wat gegeten. Om even in de Korean vibes te blijven. Gingen we Korean barbecuen. Echt heel lekker. Dus nu lekker krummetjes op het gezicht. En lekker naar bed. Dat was echt, ja, ik vond het zo leuk. Ik vond het echt zo zo leuk. Ik heb deze een dag serum. Allemaal van die minis. Ik was maar wat op mijn gezicht. Nee, echt mega dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. Het is echt een amazeballs. All because of you guys. Het is echt niet normaal. Mega bedankt Camille en Dr. Chart voor mijn uitnodiging. Dat was ook echt super gezellig met Anna Lucia.
En met Camille. Echt top. Nou, ik ga lekker crème, ik ga lekker een beetje in. Helemaal genieten van een hotelkamer. Living my best life. En morgen weer lekker eindelijk stam zien. Daar heb ik ook wel weer heel veel zin in. Nou, ik ga even dit nieuwe crèmetje uitproberen. Dat ik vanmiddag ook op. Dit maakt je huid zo mooi. Heerlijk. Nou. Good night. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdagochtend 7 uur. We zijn op de airport. We gaan weer terug vliegen. Het was echt kort maar krachtig. Het was echt heel leuk. Maar dat heb ik gisteravond nog gezegd. En zo meteen gaan we eindelijk stad weer zien. Leuk. Nou jongens, we zijn weer geland. Back. En ik ben nu aan het op stand, want ik kan hem ophalen. Zo gezellig om te zien. Hallo allemaal, het is zaterdag. Ik heb nog niet gevlogd. Wat erg. Maar we zijn gezellig bij Maggie en Thomas. En we gaan nu lekker pastaatje eten. Nou, eet smakelijk. Jezus, boy. Die licht is niet goed hier. Ik voel me niet leuk. Het is helemaal geel. En ik ben niet... Ik heb alleen die huisfeestje. Die kijkt helemaal omhoog al, natuurlijk. Tuurlijk. Yes. Kijk. Oh, hij staat aan. Look at Thomas, hè? Thomas is cleaning. Thomas. Yes. Nou, gezellig. We zijn deze nu aan het doen. Part 2. Wat is de name van de game? Kwakzalvers. Ja, dus we hebben deze en die steentjes daar. Het ziet er heel ingewikkeld uit. Ja, het is echt heel veel, vind ik. Maar het is niet per se heel moeilijk. Nee? Toch? De focus, Jezus. Ja, dat is heel slecht. Focus is weg. Ja. Dat had ik gisteren ook elke keer. Ja, was je ook aan het vloggen. Dan komt er weer licht erin en dan moet hij weer tikken. Moet je kijken. Ja. Heb jij gevlogd? Nee, gefilmd. Oh. Heb jij gevlogd? Wat was je dan? Oh, bij de Travis Scott. Ja. Leuk. Leuk is dat. Goedemorgen allemaal. Het is zondag. Gisteravond was echt super gezellig. Ik ben in mijn eigen vlog aan het terugkijken, want ik had deze nog niet gezien. Ik moet trouwens even een koffie pakken. En ik heb even een koffietje. Het is 10 voor 10. Ik ga zo meteen lekker yoga. Lekker yoga op zondag. Hot yoga. Ja, dat is niet normaal. Ik hou ervan. Wc eens in de pijp. Helemaal leuk. Dus, nou cheers. Nou, ik ga nu naar de yoga. Ik heb me omgekleed. En dan zie ik jullie zo weer terug. Ik ben terug van de yoga. Was echt top. Even kijken hoor, want... Even aan. Ik ging dus net boodschappen doen bij de Aldi en ik ben in shock. Ik heb deze hele tas vol met boodschappen, maar 19 euro. 19 euro. Jongens, dat zou ik bij de app voor 3 dingen kwijt zijn. Ik ga jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Allemaal bij dingen. Ik heb pannenkoekenmix. Dit was nog ineens een euro. Nou, ik kan het dan niet laten liggen. Het was 80 of 90 cent of zo. Nou, dat is altijd chill om thuis te hebben, toch? Dan heb ik een pistoletje, want dat ga ik weer eten. Dan heb ik volkoren wraps, waar ook echt in geld. Ik heb koffie, dat is ook maar rond de 3 euro. High protein mousse, vanille en chocolade smaak. Een bolletje mozzarella light. Taco kruiden. Kipfilet. Sojasaus, was maar 1 euro. Ja, doe even normaal. Gehakt kruiden. Taco saus. Een blikje tonijn. En magere kwark. Was ook echt niet duur. Dan eieren. Waren ook maar rond de 1 euro of zo. Oh kut, ik heb ze helemaal niet gecheckt. Oh, kuppensoep, tomaat. En dat was het. Ja, ik vind het niet normaal. Ik ga het allemaal even inruimen. Hallo allemaal, het is inmiddels alweer zondagavond. Ik ga je bij de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer een leuke week vonden. Leuk vonden om naar te kijken. Ik vond het weer ook een hele leuke week. Dus ja, vergeet je even niet te blijven omhoog te geven. Om je kanaal te abonneren. En natuurlijk te volgen op Instagram, Snapchat, TikTok. Allemaal extra gevoerd. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei!